Kasteels, het toernooi hier in Slovenië. Gisteren een mooie win tegen Bosnië, vandaag was Slovenië te sterk. Hoe kijk je terug op die twee partijen? Ja, als ik zie op de arbeid dat er verricht is, heel positief. We zijn iets later begonnen dan anders, maar een prachtige week achter de rug, hard gewerkt, goed geïnvesteerd, vooral ook conditioneel. En zoals je het juist komt te zeggen, mooi resultaat tegen Bosnië. Natuurlijk is Slovenië een tegenstrever van het andere kaliber, toch wel top in Europa, absolute top. Maar dat is het niveau waar dat we naartoe willen. En van daaruit, oké, beginnende campagne, maar een duidelijke boodschap aan iedereen. Van kijk, als dat is wat we willen, dan moeten we al hetgeen dat mogelijk is investeren. Een jonge, hongerige groep, die vooral gisteren veel vechtlust toonde. Vandaag kwam dat door die power en fysiek van Slovenië minder tot zijn recht. Maar dat moet weer de basis vormen voor een goede EK-kwalificatieronde. Ja, dat is onze identiteit. En wij zullen tot het uiterste moeten gaan. En het is niet omdat dit nu gebeurt tegen Slovenië dat we onze ogen mogen sluiten voor onze drie tegenstrevers. Cyprus, Zwitserland, niet te onderschatten. En IJsland is een aardsgevaarlijke tegenstander. Concentratie, motivatie, focus tot het einde en opbouwen naar die drie belangrijke wedstrijden. Volgende week komt Quentin Cerron erbij. In die context is dat voorzien, ja. Quentin is juist vader geworden. Vooral in het verdedigende aspect gaat dat een enorme meerwaarde zijn. Maar ook aanvallend, atletische capaciteiten enzovoort. En wellicht voor links of rechts misschien toch nog wel een aantal wijzigingen in de groep. Die mogelijkheid bestaat, want alles gaat stap voor stap in de richting van het resultaat gaan. Het is het enige wat dat telt. Erbij zijn is niet voldoende, de kwalificatie telt. En in die context moeten we rustig blijven bij het hele plaatje, verder doen met onze mogelijkheden en onze schitterende toekomst dat we hebben. De jongens hebben dat vandaag weer al bewezen. Chapeau voor jongens à la Marchand, Kesteloot opnieuw, Van Wijn. De minuten dat ze gekregen hebben, hebben ze de leerschool met verve doorstaan. Volgende week blijft de groep vanaf dinsdag nog eventjes met 14 of ga je snel reduceren naar 12? Ik heb persoonlijk zo een beetje samen afgewogen met Jacques Stas en de evolutie in de coachingstaf dat we volgende week nog met 14 jongens verder werken in Antwerpen. Maar na de wedstrijden van Zweden gaan we de focus hebben op samenstelling van de 12 jongens die dat de kwalificatie gaan afdwingen. Dat is altijd beter voor de rust in de groep. En we hebben dat elk jaar zo een beetje uitgewerkt. Dus ook na de wedstrijden van Zweden zullen er beslissingen genomen worden in de context van de verdere voorbereiding. Laatste vraagje, naast de lichtpuntjes, is het gemis aan een backup guard op het ogenblik misschien een pijnpunt in de ervaring van Axel die gemist wordt? Maar ook hier, je kunt naar één of twee posities kijken, maar dan heb je alleen maar details. Als je naar het totaalpakketje kijkt, ja, dan moet je ook een jongen, het gemis van een Van Rossum, een Hervel, zoals je juist komt te zeggen, Quentin Cerron voorlopig er nog niet bij. En alle andere details, dat is juist door die point guard situatie, speelt Jonathan bijvoorbeeld een dijk van een wedstrijd gisteren. Vandaag zat hij in de tweede helft wat met die hamstring problemen. Maar het is niet het moment om nu risico's te nemen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond Loïc Schwartz een echte openbaring op die guardpositie. En hij kan daar nog enorm een groeimarge aanboren. Maar op elke positie spreken we nog niet bijvoorbeeld van Wojcicki. De ervaring zegt dat we dat nog meegemaakt hebben. En kwalificatiejaar voor Ljubljana, hier in Slovenië, toen dus hebben we ook met gemotiveerde jongens gewerkt. Dat zal nu waarschijnlijk ook zo zijn. Kwalificatiejaar is iets anders dan een EK-jaar. Moet je erbij nemen, maar zoals ik daar juist kwam te zeggen, en ik hoop nog andere jongens in die motivatie te kunnen betrekken, want daar ligt de belangrijkheid van onze investering momenteel. De motivatie naar de jongeren toe om hoger te durven mikken. Als hetgeen dat we nu bereikt hebben. Ik
kunt jij naar EK's blijven gaan, maar in sport moet je challenge durven aangaan. Je moet durven dromen en oké, misschien wakker geschud worden, dat kan zijn, maar ik zit nu eenmaal zo in elkaar met Van Wijn, Kesterwold, Lassisi, Schwarz. Wauw, we hebben een aantal jongens à la Akyazili, Van Wasselham, Le Comte, Van Vliet, om ze allemaal een beetje in de picture te brengen. Wel, opnieuw, zoals in het begin van de campagne, resultaat halen, samen met een evolutie creëren. En aan het eind van de tunnel met deze groep en deze nieuwe namen en zelfs met onze ervaring, zal er een mooi licht branden. Oké, bedankt coach. Dank u.